Door corona hebben we wel minder geld afgelopen jaar opgemaakt. Beuningen heeft sinds afgelopen jaar een nieuwe centrummanager. Kees van Veen nam in juni het stokje over van Ludy van Lin. Centrummanager is verantwoordelijk voor de marketing, de communicatie en het organiseren van evenementen, activiteiten. En daarnaast ben ik de contactpersoon naar de ondernemers toe, maar ook de contactpersoon naar bijvoorbeeld de gemeente. Ik ben hier tussen de 10 en de 12 uur per week mee bezig. Soms ben je gewoon veel langer aanwezig, maar als ik op een zaterdag of een zondag een evenement heb, dan ben ik gewoon die dagen hier. En anders is het op kantoortijd door de weekse dagen. Het werk van de centrummanager is door de coronamaatregelen wel anders dan anders. We hebben een omslag moeten maken van het organiseren van evenementen naar veel meer online. Het is gewoon jammer, maar we kunnen er niet veel aan veranderen. En je moet alleen maar proberen om toch de mensen hier naartoe te laten komen voor hun dagelijkse boodschappen. Hè? Voor de vers en voor de supermarkten. En we hebben rondom Sinterklaas hebben we toch nog wel geprobeerd de mensen deze kant op te trekken door een Sinteractieve speurtocht te organiseren. Toch zit er gelukkig ook positieve kanten aan de maatregelen. Door corona hebben we wel minder geld afgelopen jaar opgemaakt. En toen hebben we gezegd van nou, we gaan wel investeren in nieuwe kerstverlichting. Op die manier hebben we het winkelen hier wel gezelliger gemaakt, meer beleving. En dat is niet alleen de kerstverlichting die er dan nu nog hangt. We hebben ook hanging baskets, die plantenbakken, gemaakt of gekocht. En daar hebben we een zomervariant en een wintervariant. En op die manier is de uitstraling, de beleving wel leuker geworden van het winkelgebied. Toch blijft er voor de kerstverse centrummanager genoeg te wensen over. Alles wat ik vorig jaar niet heb gedaan, dat wil ik dan nu doen. Ik heb hele leuke ideeën. Ik wil eigenlijk wel iets met levende standbeelden. Ik wil sowieso de mode weer aandacht gaan geven. Ik wil muziek. We hebben hier zo de lentefeesten. Dat moet dan eigenlijk weer een beetje feest gaan worden als het voorbij is. Als dat weer mag, hè, dit jaar. Mm-hmm.